Hallo allemaal, welkom weer terug bij een gloednieuwe video hier op het kanaal. Mijn naam is Jasper en vandaag zijn we weer terug met Inazuma 11 Victory Road. Zoals je kan zien hier op het scherm ben ik level 29 en nu gaan wij de allermoeilijkste team uit de game proberen te verslaan. Het is me al één keer gelukt, maar dat was echt op het nippertje, op het allerlaatste moment had ik toen gescoord. Nu ben ik evenly matched, zoals ik dat dan noem. Dus ja, ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker beginnen. Ik vind deze game nog steeds echt heel vet gewoon. Oh ja, Arion is mijn aanvoerder. Dit is nu het hele team. In de vorige video van Inazuma 11 was ons team anders. Toen was het dit volgens mij. En nu is het dit. En ik moet zeggen, ja, ik vind deze game nog steeds echt zo leuk. Oh, hey, we gaan beginnen. Kijk, en je ziet die tension meter linksboven in de hoek. Hoe meer je overpaast, zeg maar, of hoe meer je dit soort dingen wint. Dat heet focus battles. Oh, hey, die hebben we mooi. Hey, dat is gemeen. Oh shit. Wat gaan ze doen? Oh boy, ik hoop dat ik deze hou. Ik heb deze difficulty al een paar keer geprobeerd te spelen, maar ja, het is gewoon echt heel lastig vaak. The wall. Boom. Hey joh. Jongen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. We moeten de bal naar voren zien te krijgen. Hier, Axel. Victor. Doe een soort slash. Let's go. Oh. Boy. Wormhole. Hij gaat nu sowieso Atomic Flare doen. Oh, Jack heeft hem. Let's go. Ah, net niet. Volgende keer hebben we hem. Hoop ik. De eerste helft is in ieder geval voorbij. Damn. Ja, formatie is klaar. Come on, Axel. Boom. Let's go. Nou moeten we gewoon zorgen dat we de hele tijd op hun doel blijven schieten. Ongeacht of we superschoten gebruiken of niet. Fire Tornado Double Drive, come on. Kijk, dat bedoelde ik nou, dames en heren. Hoppa. Oh, boy. Oh, ik had gewoon moeten passen. Nee. Oh, shit, man. Oh, boy. Hier. Vlammen tornado. Boom. Yes. Oké, okay, 2-0. 2-0. Oké, okay, nu moeten we proberen om het zo te houden. Of om nog een keer te scoren. Nice. Come on, Doom Sword Slash. En het is voorbij. Oh man, we hebben gewonnen. Oké. Okay. Oh. Holy shit. Dit is echt soms zenuwslopend gewoon. Wauw. Oké, okay, cool. Oké, okay, dan gaan we naar Team Doc. Gaan we even het team aanpassen. Of tenminste upgraden waar in zoverre dat mogelijk is.
Hier geven we jou gewoon even die ook. En die gewoon JP. Hoeveel moet zij nog? Spirit. Oh, zij is er echt bijna. Ranked match. Laten we dat maar even een keer proberen. Oh, oops, I cancelled. That's not good. Ik weet niet, laat het me weten als jullie ook al de online modus hebben gespeeld. En welke rank jij bent. Oh, hey, kijk, dat is mooi. We zijn een beetje evenly matched. Ik heb wel gemerkt dat online, ik heb best wel gewoon goed internet en zo. Maar ik heb gemerkt dat online is soms echt nog een beetje glitchy. Vooral omdat we dan nu tegen deze gast spelen die Chinees of Japans is, zoals je daar kan zien. En ik heb gemerkt dat, dan is het toch wel ietsjes meer laggy dan dat het hoort te zijn. Hallo? Ja, kijk, dit bedoel ik dus veel te connect. Oké, hey, nieuwe battle. Nou, gaan we dat wel even proberen. En anders laten we het hierbij en sluit ik zo de video gewoon al lekker af. Dan is het wel een hele korte video, maar vind ik zelf wel een leuke op zich. Ali, hoe Akbar? Nou, ben benieuwd. Nou, we doen het wel rustig aan voor hem. Ah, shit. Bro, Jack, die heb je echt volledig gemist gewoon. Wat? Oh no. Bro, offside. Okay, cool man. Well, thanks. Wat doe je nou, Arian? Holy shit, soms doen je karakters gewoon niet wat je wilt. Of het ligt echt aan mij, hoor. Maar dat... Pancake Defense. Oh, boom. Eerste doelpunt. Let's go. Oh. Bro, what? Nice. De matchmaking is soms nog een beetje... Ja, dat je in teams wordt gezet tegen teams moet die 10 levels lager zijn. Hij is wel echt goed in passen, man. Ik wou dat er emotes waren of zo. Dat je dat kon zeggen van... Ah, good with passing. Oké, door naar de tweede helft. Mijn keeper is nu verzwakt. Zijn keeper heeft gewoon nog de volledige HP, zeg maar. Oké, Tornado, Fire Tornado Double Drive. Met, hoop ik, Fire Tornado. Even kijken hoe sterk dat shot dan. Wow, what happened? Oh, had ik niet gericht op het doel? Ah, dat is echt naar. Want ik zag dat het echt rond de 1100 right, power cry. Was of zo. Meteor Mass V2.
Huh? Oh shit. Blake Asche. Obama. Soda. Ga je niet... Gaat niet werken, Zenark. Oké, 3-0 gewonnen in online. Nice. Hoppa. En een nieuwe rank. Oh, gold. Dat vind ik leuk. Maar dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video van InnoZoom 11 Victory Road. Vond je het nou leuk en wil je meer zien? Like en abonneer. En dan zie ik jou graag in de volgende video. Doei!